Intussen Gwendoline Rutte, voorzitter van Open VLD. U zei ooit zelf, in een café waar gevochten wordt, komt geen volk. Er wordt veel gevochten in uw café op dit moment. Komt er nog volk? Wel, laat mij eens iets anders zeggen. In een café uh, waar flauw bier geschonken wordt, ja, daar komt helemaal geen volk. Hè. Wij zijn... Begonnen aan een vernieuwingsoperatie met duidelijke standpunten. En dan wordt er wel eens gediscussieerd. Dat lijkt me maar normaal. Ook dat hoort zelfs bij een café. En dat zal de komende weken en maanden nog gebeuren. Want wij gaan echt vernieuwen. We gaan op zoek naar uh, duidelijke antwoorden voor uh, de vragen van vandaag. Goed, maar toch een paar kritieken. Vintje Moerman zegt al lachend: Ik heb, heb, ik me verslapen, heb ik het congres gemist. Ze bedoelt daarmee: dit is niet overlegd met de rest van de partij. U speelt zelf. Helemaal niet, hoor. Um, tuurlijk is het overlegd, maar we staan nog maar aan het begin van een proces. En maar ik ben, niet met uh, Fientje Moerman, dus. Maar ik ben voorzitter en ik geef de richting aan uh, waar we naartoe gaan. En de komende weken, dagen en maanden roep ik echt iedereen op om mee te discussiëren, mee te denken, mee uh, standpunten te bepalen voor ons congres in het najaar. In november is dat. En daar kan iedereen stemmen, trouwens. Dat zal niet alleen voor leden zo zijn. We zouden het fijn vinden moesten ja, mensen die begaan zijn met het Vlaanderen waar we naartoe willen, wat voor land we willen, wat voor samenleving we willen, dat die meedenken en antwoorden geven. En dus bepaal ik een richting en zullen we in november op zo'n congres afsluiten. Oké. Okay, um... Ik begrijp daaruit dat Vintje Moerman niet meer tot de Inner Circle behoort. Philip is duidelijk ook niet, want hij heeft een totaal ander standpunt. Dat is de tweede kritiek die zegt: ik blijf confederalist. Ik heb een andere mening dan de voorzitter. Wel, iedereen heeft recht op zijn of haar mening. Hè. Meer conclusies moet u daar niet uit trekken. Het punt wat ik gemaakt heb is dat confederalisme of je dat nu wil of niet, altijd gelinkt is aan een splitsing van het land. En wij willen geen splitsing van België. Wij willen België houden. Het moet dan wel beter werken. En wij willen een federaal België en een sterk Vlaanderen. Wat dat laatste betreft, trouwens, zijn we de voorbije weken bezig geweest om die staatshervorming die 20 miljard nieuwe bevoegdheden geeft aan Vlaanderen, om die helemaal rond te maken. Dat is in de Comori, waar de voorzitters uh, ja. uh, er, erbij zitten. Maar u staat dus toe dat binnen uw partij... Mensen een andere mening hebben en wel confederalist willen blijven, zoals Filip Wel, We gaan het debat aan. Dat debat zal inhouden dat we nadenken hoe België beter kan werken. En u kent mijn mening. Ik wil voor duidelijke standpunten gaan. Dus als we België niet willen splitsen, ja, dan moet je ook geen woord gebruiken. Wat dat betekent. Confederalisme betekent onafhankelijkheid of op zijn minst, een sluier van separatisme. Ik vind dat niet verstandig. Laten we een kat een kat noemen en zeggen waar we voor staan. Maar uiteraard zal er ruimte. Te zijn voor uh, ja, voorstellen, iedereen die mee wil denken en onze nieuwe partij ook vorm okay. wil geven, want dat is de essentie. Mee denken, wij... maar kan u ook in het ongelijk worden gesteld? Kan het congres zeggen wij blijven confederalisten? Uiteraard, bedoel, als je zegt dat we beginnen aan een traject, dan, dan staat dat open voor andere meningen. Wat belangrijk is, is dat dit een oproep is aan iedereen die mee wil denken, mee wil doen en mee wil nadenken. Wij willen een nieuwe partij worden. En dus ga je nog wel wat turbulentie krijgen de volgende weken en maanden. Het is goed. De tijden veranderen en dus mogen ook standpunten veranderen. Ik beweer niet alle waarheid in pacht te hebben. Niemand heeft die, denk ik. Maar politiek moet nog altijd ergens overgaan. En dus is het goed om duidelijk te zijn. Oké, okay, maar toch nog turbulentie. De jongeren, Jong VLD. Laat weten de Vlaamse fractie, want Vintje Moerman en Filip Anteunis behoren tot die Vlaamse fractie, bewijst dat ze oppositie kan voeren, nu nog tegen de regering in plaats van tegen de eigen partij. Ja, met zo'n medestanders heb je geen politieke tegenstanders meer nodig. Hè, mevrouw Rutte? Wel, de essentie van die boodschap gaat eigenlijk over de Vlaamse regeringen. En daar waar ik pleit voor duidelijkheid, zie ik dat die Vlaamse regering deze week vooral onduidelijkheid heeft gebracht. Maar u hebt echt geen moeite met die kritiek, met die opborrelende uh, kritiek en ruzie. Wel... En het feit dat dit via een mail lekt, dat er een mol in, in uw partij zit. U, u, u lijkt, lijkt daar overheen te stappen. Nee, wij, wij zijn een partij en, en geen televisieprogramma. Hè. Wie is de mol? Uh, laat mij daar duidelijk over zijn. Over hoe wij dat intern regelen, daar zal ik intern de puntjes op de i over stellen. Uh, dat is een interne zaak. En wat betekent dat? Dat die mensen. Uh, ja wat dat betekent is dat we een traject beginnen naar een congres. En als je opnieuw met duidelijke standpunten komt, dan kan het zijn dat er mensen van mening verschillen. Daar is ook niks mis mee. Dat is dan een debat en dat hoort er echt wel bij. En op het congres in het najaar wordt daar beslist. Dat lijkt mij een normaal traject voor politieke partijen. En dan moeten de rangen partij. gesloten zijn en, en geen Vintje Moerman en Filip Anteunis uh, met dan kritiek op dat moment. Dan sluiten we de rangen en dan hebben we standpunten die goedgekeurd zijn. En, maar intussen tijd roep nog? ik echt helemaal op om mee te denken. Daar en wie op dat gaan. moment nog uit de band springt, die heeft een probleem. Wel, u gaat mij niet horen voorop lopen. We beginnen deze week uh, met dat vernieuwingstraject. Later deze week stel ik uh, dat voor. En je gaat uh, tussen nu, dat zijn vijf maanden... Uh, heel wat activiteiten zien waar we oproepen om mensen te betrekken. Het zou toch raar zijn dat we oproepen om mensen te betrekken en vervolgens zeggen dat ze hun ja. mening niet mogen zeggen. Okay. De bedoeling van ons is op vijf maanden tijd minstens 15.000 mensen te betrekken. Tussen die 15.000 mensen of meer zal heus wel eens een andere mening zitten. Daar hoeft niemand een drama rond te maken. Maar wat je wel gaat krijgen is een liberale partij die met duidelijke standpunten komt. Over een federaal België en een sterk Vlaanderen. Over waar wij met ons onderwijs naartoe willen. Over waar, uh, onze mening over de neutraliteit aan de loketten. Waar wij bijzonder consequente en duidelijke lijnen nemen. Okay. Uh, maar ik begrijp dat u daar nu nog niks over wil of kan zeggen. Hè. We beginnen het traject deze week en uh, zoals ik al gezegd heb, You Ain't Seen Nothing Yet. Ik hoop dat uh, mensen uh, zich aangesproken voelen om mee te doen en mee te denken. Goed. Groen roept op op basis van uw afscheid van het confederalisme om mee te pleiten voor een federale kieskring in die staatshervormingsvergadering in de Comorie. Gaat u dat doen? Wel, als we pleiten voor een federaal België en een sterk Vlaanderen, dan wil dat ook zeggen dat je dat federaal België moet laten werken. Hè? We en dus een niet, federale kieskring? We pleiten niet voor het status quo. Er moet uh, trouwens in een overheid altijd worden nagedacht hoe het beter kan. Voor wat liberalen betreft is dat in plaats van staatshervorming misschien wat meer staatsvermindering bijvoorbeeld. Maar om op uw vraag te antwoorden, uh, ik heb wel sympathie voor een voorstel als een federale kieskring. Er zullen er nog andere zijn. De blokkeringsmechanismen bijvoorbeeld, zoals die vandaag bestaan. Zoals? Um, wel, het feit dat je in, in ons land federaal eerder wordt aanzien als eerst Nederlandstalig dan wel Franstalig. Ik denk dat uh, het verstandiger is om te luisteren naar... Wat mensen te zeggen hebben, welk beleid ze willen voeren. In plaats van eerst na te denken welke taal ze spreken. Ik voel mij meer verwant vaak met wat ik de Liberalen van MR hoor zeggen dan wat ik sommige Vlaamse collega's hoor vertellen. En andere drempels zoals aantal ministers in de regering. want Dat zijn deze blokkeringsdrempels waar u naar verwijst. Geeft u die ook allemaal op? Wel opgeven. Ik roep op om daarover na te denken. Hoe kan het beter werken? Hoe, hoe laten we België beter werken? En ook om die vraag te antwoorden. Ik uh, zit liever of zou liever met wat meer MR-ministers in de regering zitten die een duidelijke sociaal-economische koers varen uh, dan uh, een regering te moeten vormen enkel en opnieuw op communautaire basis met weer opnieuw te veel meerderheid om aan een staatshervorming te beginnen. Ook dat was mijn boodschap deze week. We keuren de zesde staat er goed. We doen dat loyaal, maar dan denken we dat er de komende vijf jaar maar eens moet gepraat worden over de economische crisis. Over hoe we dit land op een positieve manier terug vooruit krijgen en ons niet opnieuw vastrijden in communautair gerommel. Dan uh, heb ik gisteren Bart Wever in de Tijd gelezen, die zegt van de liberalen moeten maar eens goed nadenken. We zouden bijvoorbeeld een centrumrechtse Vlaamse regering kunnen vormen, die dan een sterk onderhandelingsplatform heeft op federaal niveau. Dat is een rechtstreeks aanbod. Naar onder meer uw partij. Stapt u daarin mee? Wel, ik begrijp uh, dat hij dat uh, aanbod. Doet, hoor. Want uh, vier jaar geleden hadden ze de kans en hebben ze een regering gevormd in Vlaanderen zonder de liberalen. En wat is het resultaat? Dat Vlaanderen al vier jaar stilstaat. In plaats van een Vlaanderen dat zou moeten zeggen wat we zelf doen, doen we beter, maakt men er een Vlaanderen van dat zegt wat we zelf doen, dat doen we dan later. Maar daarmee dus ontwekt uh, ontwijk, u daar de, de vraag eigenlijk. Stapt u in een centrumreekse. Vroeger heette het we halen de confederalisten bij elkaar, zeiden Ben Weitz en Geert Bourgeois. Bart de de Wever vermijdt dat woord en ge zegt gewoon Centrumrechtse ja, Vlaamse regering. Het heeft geen zin daarop vooruit te lopen. Wij beginnen met ons eigen traject en ronden dat in november af. We willen dat op een hele optimistische manier doen. En als ik dan deze week of dit weekend de interviews lees waar u naar verwijst en kijk wat de kopstukken van Vlaanderen zeggen, dan voelt er zich één uitgeperst zoals een citroen. De ander gaat Appelcine. in een zwart... Appelsin, appelsien, zei Bart de Wever. Ja, dat is iets minder zuur. Um, en, uh, de tweede die valt in een zwart. Gaat. Uh, en de derde die zegt: als dit niet lukt, stem mij maar weg. Wel, met dat soort mentaliteit en ingesteldheid gaan we Vlaanderen niet uit die crisis halen. We hebben optimisme nodig en wij roepen alle mensen echt op om mee na te denken hoe we positief vooruit gaan gaan, en dat is iets. Totaal anders, meneer De vader, dan politieke spelletjes te spelen. Met een jaar op voorhand al uitnodigingen te doen naar deze of gene coalitie. En vooral een onduidelijke sluier te laten hangen over wat er met het communautaire moet gebeuren. Okay. Wij hebben daar duidelijk stelling over ingenomen. Het zal het sociaal-economische zijn. Uh, en we beginnen niet aan een zevende staatshervorming in de volgende legislatuur. U bent optimistisch. hebt u uh, nu nog eens bewezen. Bruno Tobak zegt uh, als voorzitter van de SPA dat als de uitslag van de verkiezingen om het optimisme toch een beetje te temperen, zullen tegenvallen dat iemand anders mag overnemen. Kijkt u daar op dezelfde manier naar? Wel, laat me zeggen dat ik iets meer zelfvertrouwen heb dan Bruno Tobak. We beginnen aan een vernieuwingstraject, we doen een congres en we gaan dan naar de kiezer. En ik ben er zeker van dat wij als liberalen met een positief verhaal en de hulp van iedereen die optimistisch wil meedenken, een goed resultaat zullen neerzetten. Ja, liberalen zijn onverbeterlijke optimisten, is dat. dat is duidelijk. Bedankt mevrouw Rutte.